Welkom bij de Zeeuw van Vlaanderen. We trekken vandaag naar Sint-Idesbald. In 1930 kwam de beeldhouwer Georges Graar er wonen. En het waren de stilte en de milde zeelucht die hem zo aantrokken. De vissers, de duinen en de rust. Zijn komst zette heel wat mensen aan om ook in Sint-Idesbald te komen wonen. En dat bracht al snel een heel beweging op gang. Sint-Idesbald werd een echte kunstenaarskolonie. In dit typische vissershuisje achter de duinen is het allemaal begonnen. Georges Graar had goede vakantieherinneringen aan Sint-Idesbald. En bovendien kon hier anoniem wonen en werken. Toen de beeldhouwer een belangrijke prijs had gewonnen, besliste hij in 1930 om zijn geboortestad te verlaten en zich definitief aan de kust te vestigen. Hij was echt zat op de vrijheid die hier heerste. De zee, dat was natuurlijk helemaal anders dan nu. Veel duinen, een totale vrijheid en een prachtig licht. En dat, het licht bestaat nog altijd. Maar in de tijd, de weerkaatsing van het licht op die duinen, hij zei, dat is een land gemaakt voor de beeldhouwer. De beelden van Georges Graar vielen op tijdens internationale tentoonstellingen. Maar dat betekende niet dat ze meteen een commercieel aansloegen. De moestuin, wat stroperij en af en toe een portie zelfgevangen vis, maakte dat er altijd toch iets te eten was. Francine van Mieghem, die zelf ook beeldhouwster is, herinnert zich nog die tijd. Hij heeft toen Paul Delvaux ook leren kennen en een tentoonstelling in Brussel. De broeders Azart, Permeke, Tietgat. En al die mensen kwamen hier altijd in de weekend. En ze brachten, omdat we geen geld hebben, ze brachten alles mee om te eten en te drinken. En zo is er een kolonie ontstaan van vrienden. En de kunstenaars bij die vrienden vonden het hier zo geweldig dat ze één na één hier gekomen zijn. Wat verderop woont nu nog Walter Villain, kunstschilder, beeldhouwer, muzikant en dichter. Prins Karel volgde nog les bij hem. Walter Villain groeide op tussen de kunstenaars die van Sint-Idesbald een kunstenaarsdorp maakten. En dat heeft zijn leven bepaald. Als kind was hij al met verf en penselen in de weer. Ik heb Delvaux voor de eerste maal ontdekt in de duinen, terwijl hij aan het schilderen was, rond het atelier van Georges Graar. Waar hij verbleef trouwens. En ik kon het niet nalaten van, als kleine jongen, ik was toen 10 jaar, dus 48, ik spreek van 48, ik ben van 38, van als kleine jongen mij zeer discreet naast hem te zetten om datzelfde landschap te schilderen. Het aquarel dat hier achter ons zakt. In het museum in Sint-Idesbald vind je nu de grootste verzameling topwerken van Paul Delvaux. De kunstenaars vormden kleine groepjes die sterk aan elkaar hingen, zoals Georges Graar en Paul Delvaux. Het was eerder toevallig dat de rest elkaar opzocht. Maar met Delvaux had Walter Villain een speciale band. Hij huurde op een gegeven moment het huisje van mijn grootmoeder. En het werd zo langs elk venstertje ingericht als een klein stukje atelier. En als hij op wandel waren, ging ik door het venster kijken, of zeggen loeren, naar wat hij daar aan het tekenen was. En ik zag daar eigenlijk de werken ontstaan, de ontwerpen van latere schilderijen. En het is later dan ook een leraar geworden natuurlijk, ja. Maar er waren ook schrijvers die in de ban raakten van het artiestenleven in Sint-Idesbald. De kustgemeente had toen al enkele hotelletjes toen de eerste schrijvers en dichters het kunstenaarsoord ontdekten. En dat was voor hen ideaal om er een lang verblijf te boeken. Zoals bijvoorbeeld Eddy van Vliet, Karel van de Woestijnen die er verbleef, Herman Terling zeker niet vergeten, die hier ook een vakantieverblijf had. En dan hebben we natuurlijk Willem Elschot vooral, die hier ook zijn eigen woning had, hier dikwijls verbleef met de vakantie. En bijvoorbeeld in de roman Chip van Willem Elschot zien we, lezen we hoe eigenlijk zijn dochter Adèle trouwt met Paul Bennick. En dat heeft zich eigenlijk allemaal hier in Sint-Idesbald en in Kokzijde gesitueerd. Die schrijvers zijn nu een belangrijke toeristische troef waar de gemeente graag mee uitpakt. Net als het Paul Delvaux Museum en de artiestenwandelroute langs de plaatsen en namen die herinneren aan het ontstaan van die kunstenaarskolonie in de duinen.
Ook de Leie is een inspiratiebron voor kunstenaars. Sint Martens Latem is ook zo'n legendarisch kunstenaarsdorp dat eind 19e eeuw ontstond aan die Leie. In de loop der jaren zouden er zich verschillende kunstenaars vestigen en ze inspireerden elkaar en ze werden geïnspireerd door hun omgeving. Hier op deze plek is het eigenlijk al een historische plek. Precies omdat we deze leienbocht terugvinden op een, ik zou zeggen, meestal bijna een tiental werken van de grote Lathemse schilders. Eind in 19e eeuw ontstond in Sint Martens Latem een eerste kunstenaarskolonie. De broers Karel en Gustaaf van de Woestijnen, de ene schrijver, de andere schilder, de beeldhouwer Georges Minne en de schilder Valerius de Sadeleer zijn de voornaamste vertegenwoordigers. Op het einde van de 19e eeuw ontstaat er een soort fenomeen dat kunstenaars de grauwheid en het vuil en de stank van de steden verlieten om naar het platteland te trekken. En dat is een fenomeen, het ontstaan van die kunstenaarsdorpen die wij terugvinden in bijna gans West-Europa. Om een paar voorbeelden te noemen, Pont-Aven in Bretagne, Barbizon in Parijs, Worpswede in Noord-Duitsland. In het noorden van Denemarken was er ook één en hier in Sint Martens Latem bij ons. Men wilde eigenlijk de rug toekeren aan het academisme. Men wilde buitenschilderen, dus het en plein air schilderen. Wat is daar van belang? Dat is het licht. Het licht was van een enorm belang. En men romantiseerde ook wel een beetje het platteland. Men dacht dat het daar beter was dan in de stad, wat uiteraard niet zo was. Die eerste groep schilders, die hier dus in het eerste decennium van de 20e eeuw heeft geleefd, die noemen we de eerste groep van Latem. En die hebben als gemeenschappelijk kenmerk dat ze symbolistisch waren, dikwijls ook religieus en mystiek beladen. Bij de symbolisten hebben we nooit het exacte weergeven van het gegeven. Hier staan we voor een schilderij van Gustaaf van de Woestijnen, waar je wel uiteraard op een symbolische manier de Leie ziet weergegeven worden. Een paar huizen van het dorp en die het gezin, vader, moeder en een kind. Dat is eigenlijk een zelfportret. Dat is Gustaaf van de Woestijnen die zich schildert met zijn vrouw en zijn zoontje Maxime. Het was natuurlijk Latem als dorp in zijn totaliteit die van belang was. De sfeer die in het dorp was, het samen zijn met de andere kunstenaars die van belang was. Ze hebben nooit het landschap daar geschilderd als een postkaartje. Dat was niet van belang, zeker de symbolisten niet. Het was meer het samen zijn, het groepsgevoel. Na de Eerste Wereldoorlog vestigt zich een nieuwe groep in Latem. Frits van den Bergen, Leon en Gustaaf de Smet, Albert Servaas en Constant Permeke zijn enkele bekende namen. Het zijn vooral de eerste en tweede Latemse groep die Latem faam geven. Nu werken de kunstenaars individueel of met een galerijhouder. En nu is de kunst natuurlijk veel meer gecommercialiseerd. En dan kun je niet meer, ik denk niet dat je die fameuze vriendengroep, die geestesgenoten, die schilderskolonies die we dus gehad hebben, dat je dat nu nog in deze tijd kunt realiseren. Dat denk ik niet. Sint Idesbald en Sint Martens Latem zijn al twee leuke plekken die je kunt bezoeken. Maar we hebben nog meer voor jou op een rijtje gezet. Hier is onze kalender. Beleef een avondje onweerstaanbare volkdans tijdens Boombal. Boombal combineert volkmuziek met volkdans. Muzikanten zorgen voor live muziek en ambiance en een dansinitiator leert de dansen aan. Iedereen kan meedoen en op tenen trappen mag voor één keer. Gezelligheid troef. In het pas gerenoveerde koetshuis in Sint-Niklaas heeft sinds half november Warp haar intrek genomen.
WARP staat voor Waaslandse Artistieke Projecten en wil jonge kunstenaars een kans geven. Momenteel zijn er Super 8 opnames uit de Verenigde Staten te zien van Gentenaar Thomas Bogaert. Een dialoog van oude fotografische weergaven met eigen filmprojecties. Het zijn niet alleen maar boa's en veren op het 15e Nationaal COC Songfestival. Er worden ook serieuze nummers gebracht met thema's die voor homo's en lesbiennes belangrijk zijn. Het festival is op 28 november en omdat Zeeland vorig jaar won, is het dit jaar in het Arsenaaltheater in Vlissingen. Tessa International zal het presenteren en er is natuurlijk een echte vakjury. Aansluitend is er een grote afterparty met Tommy's Gay Friendly Party on Tour. Next, het tweede grensoverschrijdende cultuurfestival in de Eurometropool Kortrijk-Rijssel-Doornik is aan zijn tweede editie toe. Vijf Vlaamse, Waalse en Franse kunst- en cultuurhuizen brengen een internationaal, hedendaags en multidisciplinair programma met 50 voorstellingen van 30 gezelschappen. Podiumkunsten, beeldcultuur, muziek en alles daartussen. Galerie Van den Bergen in Goes richt zich op internationale hedendaagse beeldende kunst met de nadruk op West-Europa. Tot 5 december is er Lucht gebroken te zien van de Nederlandse Ton van Kintz en tekeningen, ruimtelijk werk en video van de Duitse Stefanie Kratz. Nog meer kunst. Een museum, het Kunstmuseum aan Zee in Oostende, pakt uit met 4x museum. Een tijdelijke tentoonstelling met werk van Jean Lering, Daan van Golde, Luc Laus en Jeff Gijs. De vier behoren tot dezelfde generatie artiesten, maar maken gebruik van verschillende media in hun zoektocht naar nieuwe beelden. Elke week graven we in het verleden op zoek naar een belangrijke datum in onze geschiedenis. 28 november 1650. Jan Palfijn wordt geboren. En vooral zwangere vrouwen mogen deze man dankbaar zijn. Waarom? Kijk maar even mee. Wat is er mooier dan een gelukkige moeder met een pasgeboren kind? Tegenwoordig is een bevalling een relatief veilige medische ingreep. Vroeger was dat wel anders. Tot de 18e eeuw stierven veel vrouwen bij de bevalling, gewoonweg omdat er geen hulpmiddelen waren bij complicaties. De verlossing kwam er in de 17e eeuw. Jan Palfijn, een Vlaamse verloskundige, introduceerde de verlosstang in Vlaanderen rond 1720. De verlosstang bestond uit twee losse lepels, bijeengehouden door een ketting of koord. Een soort ijzeren handen, een verlenging van de handen van de vroedvrouw. Tja, er zijn leukere dingen om te aanschouwen tijdens een bevalling. Maar de verlosstang is toch een mijlpaal in de verloskunde. Jan Palfijn leeft verder in het collectief geheugen en hij gaf zijn naam ook aan het Jan Palfijn ziekenhuis. En die verlosstang die wordt tegenwoordig amper gebruikt. Gelukkig maar. Dat is niet meteen voor gevoelige kijkers. Hiermee sluiten we de Zeeuw van Vlaanderen af. Ik maak graag een afspraak voor volgende week. Dan draait alles rond Vlas. Graag tot dan, tot de Zeeuw van Vlaanderen.